Mons en Mari, de expeditie, is het kinderprogramma dat zich deze vierdaagse op het Marienburgplein afspeelt. Linda Vogelenzang werkt voor de bibliotheek en is kinderboekenschrijfster. Zij schreef 4 verhalen voor deze expeditie. Mons en Marie die leven in het begin bij de nonnen in het klooster. Daar worden ze te vondeling gelegd. Maar vervolgens duiken ze ook op als het theater een Frans theater is. In de tijd dat de Vrede van Nijmegen werd getekend. Daarna is het een textielindustrie geweest. En daar hebben ze daar ook in die fabriek gewerkt. En vervolgens hebben ze ook nog in de Tweede Wereldoorlog een heldendaad verricht. Toen het archief en het museum in de kapel zaten. Het is deze week voor het eerst. En deze week kan je met de luistervinken op pad. En later, als je het later nog een keer zou willen doen, kan je gebruik maken van de app. Maar die is er nog niet. Dus het is nu echt de première van Mons en Marie.